Nee, ik sta hier niet op de Zaanse Schans. Dit is Holland, Michigan. Een Nederlandse kolonie in 1847 opgericht door dominee Albertus van Raalte en 100 volgelingen. Dankzij de vrijheid van religie en economische kansen volgden binnen 3 jaar nog eens zo'n 5000 Nederlanders. En tot de dag van vandaag zijn de Nederlandse wortels hier overal zichtbaar. Can you tell me your last name? My last name is Scrotenborg. Broekhuis. Kruisende. De Haan. Ieder mens die heeft een verlangen en met wat geduld worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan. Ik heb voor een klein bedragje wonderen gedaan. Ik heb een huis. Maar hoe Hollands is Holland nou nog, na al die tijd? And do you still speak any Dutch? Very little. Nope. No, sir. Jawel, ik ken nog wat Nederlands. Ik ben daar geboren en mijn ouders hebben thuis ook nog heel wat Nederlands gepraat. Dat zijn meestal kleine groepjes. Dit jaar heb ik 2, geloof ik. En vorig jaar was het 7. Waarom verdwijnt de Nederlandse taal uit Holland? Nou, ze weten echt niet wat ze daarmee willen doen. Wat in elk geval nog wel typisch Nederlands is, het weer. Emiel Kosse voor Elsevier Weekblad, Holland, Michigan. Hey, bedankt voor het kijken. Wil je nog meer video's vanuit Amerika zien? Klik dan hieronder om je te abonneren.